YouTube. What up? Dit is de dag die je wist dat zou komen. Eerder had je op IGTV kunnen zien dat ik, voor het eerst in mijn leven, mijn handen had weten te leggen op een pakketje van Brouwerij Eikenhard. En vandaag gaat het eerste bier dat ik in dat pakket heb ontvangen, daadwerkelijk worden ontkurkt. Ontkroond. Je snapt wat ik bedoel. Ik dacht, ik begin op safe met de Dry Hopped IPA. Een IPA van juni 2019, botteldatum. Daar zat ik bijvoorbeeld een Session Saison IPA bij. Ten eerste Sessions en ik niet hele goede vrienden. Dan ook nog een Saison Gist, volgens mij. Maar in ieder geval Saison invloed eroverheen. Dus in mijn beleving experimentele IPA. Ik dacht, interessant, laten we daar niet mee beginnen. Maar laten we proberen om een stabiel biertje als eerste te nemen om te kijken van oké, hoe gaat Brouwerij Eikenhard? Gaat Brouwerij Eikenhard mijn hart veroveren zoals dat bij zo vele biertjes is gebeurd? We gaan het meemaken. We gaan hem openmaken. Groen dopje. Dopjes laten nog op zich wachten, denk ik. Alles op zijn tijd. Labels zijn in ieder geval al van papier naar een soort van plastic gegaan. Dus dat is zeker een goede zaak. Een IPA met rogge. Rye is volgens mij rogge. Dus dat is toch al weer dat experimentele waar ik het over had. En volgens mij staat hij daar ook een soort van onbekend om. Dus we gaan het meemaken. Een behoorlijke schuimkraag, mag ik zeggen. Dus daar gaan we zeker even op moeten wachten. Bier is redelijk troebel. Ik had een rogge bier wel wat donkerder verwacht. Als het natuurlijk rogge is, dan slaan we de plank sowieso mis. Kunnen we ondertussen een beetje naar de details gaan kijken. Gebotteld op 13 juni 2019. Gebruik gemaakt van Azaka, Eldorado en Citra hops. En het is een DH Rye IPA. Dus ik ga dat waar de DH voor dry hop staat. En anders hoor ik dat vast van iemand. We gaan kijken of de neus al iets doet. In de neus blijft voor mij nu de fruitigheid, de hoppigheid blijft nog wat achter. Moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Het is voor mij niet een ander bier dan alle andere bieren die op dit kanaal gepasseerd zijn. Dus ik ga hier net zo sceptisch in als dat ik overal in ga. Het is toch een soort van mijn selling point, denk ik, voorzichtig aan. Misschien ook wel hetgeen wat tegenwerkt. Maar ja, het is wat het is. We gaan hem proeven. De Dry Hopped Rye IPA van Brouwerij Eikenhard. Een Dry Hopped Rye IPA van 6%. Proost. Hoewel het voor mij niet het soort hoppigheid is wat ik zoek in een IPA, is hij wel mooi strak bitter. Ik vind het wel een bittertje wat aan de saaie kant is, maar hij is wel gewoon goed solide bitter. Zonder dat het daar die fruitigheid overheen komt. Maar het is natuurlijk ook geen New England IPA die daarom bekend zijn. Dat zijn de echte fruitsapjes. Maar de bitterheid is zeker zeker aanwezig. Iets in mij zegt dat dit bier het ook kan gebruiken om volledig uitgeschonken te worden. Want ik heb het idee dat wat ik hier zie, dat het vele malen troebeler is dan wat zich nu in mijn glas ontvouwt. Misschien dat daar dus een stukje van de smaakbeleving
achterwege blijft. Dus daar gaan we zeker nog achter komen. Het is wel tof dat er in zijn label een zegel gebruikt is. Dus ik hoop dat als er ooit nog echt doorgepakt gaat worden op de barrel aging, de chip aging, dat wel een prominente plek op de fles gaat krijgen. Dochter van de Coronaar heeft het bijvoorbeeld ook gehad, of nog steeds. Ja, ik vind zegels gewoon heel tof. Meestal als ik iets moet versturen wat een soort van iets anders is dan een zakelijke brief, dan probeer ik er wel een zegel op te doen. Ik wil eigenlijk nog steeds zelf zegels maken. Maar gaat het niet over, we hebben het over bier. Let's go. Voorzichtig proberen hem te breken tegen de rand, zodat ik nu wel alles in het glas krijg, zonder dat die schuimkraag weer hoogtij viert. Schuim plakt flink tegen de fles aan. Ik moet zeggen dat ik het ook niet bijster vaak zie. Wel een stevige schuimkraag die er gewoon mooi op blijft staan. Haast, kan zich haast meten met een duvel. Wat dat betreft. Nou, de fles is helemaal leeg. De bodem is crystal clear. Het smaakt niet naar crystal clear, maar you get the point. Proef, dat laat nog even op zich wachten. Maar de presentatie is on fleek. Ik heb zeker het idee dat het troebeler geworden is. Hazier. Kwam er trouwens wel heel slecht uit. Leek wel op Hozier. Heel iets anders. Mooie in de koolzuur. En vooral die schuimkraag is erg imposant te noemen. Dus ik ga kijken of ik daar doorheen kan happen. Nee, die schuimkraag. Die staat zijn mannetje wel. Zonder twijfel. Blijft ook gewoon goed staan. Het is niet per se het meest schone glas wat ik had staan. Vaak is dat dan kenmerkend dat de schuimkraag. Maar deze, ik weet niet hoe die het doet, maar een wijdse zal er jaloers op zijn, denk ik. En ook de smaak is ronder geworden. Iets meer fruitige aspecten. Niet dat meer zoete passievruchtachtige, van die steunfruitaccenten uit die multivruchten zat. Maar gewoon klassieke citrusachtige invloeden. Nog steeds die prima bitterheid die er staat. Maar ik hou van een iets anders voor bitterheid in mijn IPA's. Maar neem niet weg dat ik zeker nog enige tijd, het drinkt heel makkelijk weg. Hij is bitter. Hij is niet heel sterk. Het mondgevoel is subtiel, niet zacht. Maar gewoon echt bierwaardig. Ik denk dat dit een mooie IPA kan zijn voor iemand die net van het pils afstapt. Want qua bitterheid lijkt hij wat meer op een bitter die je uit een pils kan herkennen. In plaats van dat je zo iemand overrompelt met een double dry hopped IPA. Of gewoon überhaupt een dubbel IPA, daar doelde ik eigenlijk op. En dan dat zoete er gelijk bij. Dit is voor mij een soort van IPA voor beginners. Gewoon goede bitterheid. Mooi smaakvol. Presentatie is goed. Wat wil je nog meer? Ik zeg prima IPA'tje. Daar ga ik het voor nu bij laten. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot een volgende video. Proost.